Wat is er bijzonder aan Rio? Voor een sporter maakt eigenlijk de locatie nog niet eens zozeer uit. Het is natuurlijk geweldig om in Brazilië hier te zijn en start en finish op de Copacabana te hebben. Maar het Olympisch dorp en eigenlijk de atletenvenues, ja, die kun je overal hebben. Dus om erbij te zijn op de Olympische Spelen, het hoogste podium van de sport, dat is eigenlijk het meest bijzondere. Ja, en inderdaad dan die vallen. Dat, hoe ga je daar zelf mee om? Ook al ben je dan zelf niet het slachtoffer, maar toch. Nou, binnen het team is dat natuurlijk dubbel. Hè, we hebben de euforie van het goud van Anna. En ook ondertussen de teleurstelling van het verlies van het goud van Annemiek. Ja, en dan toch vandaag weer heel ander nieuws. Hè, Jury, hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is voor hemzelf dramatisch natuurlijk. Hij komt hier, hij heeft hier heel lang naartoe gewerkt en ja, dan maakt hij deze keuze. En, is dat niet ongelooflijk stom eigenlijk? Ja, ik kan me niet zo goed in die situatie verplaatsen dat je dat opzoekt. Maar voor hem was die verleiding er. En hij zal er ongetwijfeld heel veel spijt van hebben.